Bluetooth koptelefoons worden steeds normaler tegenwoordig. Maar dan zijn we alweer toe aan de nieuwe categorie, Bluetooth oordopjes. Deze Bragi, de Dash heette ze, die is 2 jaar geleden al zo op Kickstarter gekomen. Toen heeft het heel lang geduurd wat ze er uiteindelijk waren, natuurlijk weer. Maar nu zijn ze gewoon te koop, ook in Nederland. €300, hou je vast, is het veel geld. Maar kijk nou hoe lief ze hier in een bedje liggen. Het is gewoon een boekje. Het is toch leuk? Kijk nou. Eerst even kijken wat er allemaal in zit. Een fit sleeve. Dat zijn eigenlijk de hoesjes die je om de oordopjes doet. Je hebt 4 verschillende maten oordoppen. L, M, S en nu zitten er XS in. En XS blijft bij mij gewoon prima zitten. En het zit ook zeker niet vervelend. Dus dat kun je zeker doen. En dan heb je dus de Bragi, de Dash. En dit is dan het station, het basisstation voor de Dash. En het leuke is dat dit ook meteen een adapter is. Dus je kunt hier, het is een powerbank eigenlijk voor je oortjes. Dus als je hem hier weer in doet, dan kun je hem weer 5 keer opladen alleen met dit in. Dat betekent ook natuurlijk meteen dat ze redelijk snel opgaan. Het maakt even niet uit. Een listen, daarvoor moet je dus de Bragi aansluiten op je cellphone. Zo. En dat heb ik al even gedaan, dat aansluiten via Bluetooth, want ja, Bluetooth, het blijft toch altijd geklungel, hè? Dat is altijd, stel je nou voor dat deze doos, dat Bluetooth is. Bluetooth werkt meestal gewoon niet zo goed. En dus met de Bragi is eigenlijk precies hetzelfde, want het heeft me echt een uur of wat geduurd voordat ik hem dus aan de listing kreeg. Wat je wel mooi is, je kunt deze dingetjes kun je ook, hier zit ook 4 gigabyte geheugen op. Dus je kunt het wel met een ziek weer erop zetten met een kabeltje. Dan werkt het echt prima. Huppa. Tik tik. En de muziek begint te spelen. Dus dat doet het allemaal prima. En ja jongens, sorry, het ziet er echt gewoon, het ziet er echt heel stoer uit. Ja, dat ligt echt niet aan mij, maar het is gewoon heel, je voelt je echt James Bond om rond te lopen met deze oortjes. Ook omdat er iemand in naar jou zit te praten, een felle vrouwenstem, waar je echt wel naar luistert. En dan, ja, je voelt echt alsof je opdrachten krijgt uit een andere wereld, om hier, hier op aarde in Nederland iets te gaan bewerkstelligen. Dus het is echt, je voelt je echt cool als je dan zo doet, want zo bestuur je hem. Maar Bluetooth is gewoon een rotsysteem, dus ook als je je telefoon in je kontzak stopt en je oortjes heb je dan tijdens het fietsen in, en dan hapert hij af en toe. Dus als je het dan doet, dan hapert hij weer. Volgende punt is track. Ja, wat je ermee kunt is eigenlijk nu op dit moment 3 sporten. Wat hij niet doet, toen je aan het runnen bent, het is eigenlijk de stappen telt hij. Hij telt de tijd dat je aan het runnen bent. En dat was het volgens mij, stappen en tijd. Oh ja, hartslag. Hartslag zit er ook nog bij. Het werkt best wel goed. Ik heb zelf nooit zoveel met hartslag. Als je inspant gaat het hoger en als je ontspant gaat het lager. Maar voor mijzelf voegt het niet zoveel toe, maar misschien voor jou wel. Dan het volgende punt is cycling. Hij meet je traprotaties. De tijd weer en je hartslag is een beetje zelfs met runnen. Maar wat hij dus ook zegt te hebben, waterproof to 1 meter. Dus je kunt zwemmen met deze oortjes. Zag je dat? Oh nee, is een oordopje uitgevallen. Dus blijkbaar is XS toch niet helemaal goed voor mij. Want hij is ook maar 1 meter waterdicht. Dus als een oordopje uitvalt in het zwembad en zak naar beneden, dan weet ik niet of dat nog goed gaat. Ik ga hem even opsnorkelen. Het coole is wel als de muziek het wel gewoon doet. Dus je kunt tijdens het zwemmen, als je blijft zitten, in ieder geval gewoon de muziek luisteren. Oh, ik pak even een handdoekje. Communicate hebben we nog. Dat is dat je kunt bellen. Nou ja, dat gaat allemaal prima. Dat werkt hetzelfde als Spotify, dus dat is geen probleem. Google Now en Siri-achtige
robots werken medium. Alleen ja, Bluetooth werkt net niet helemaal lekker. Google Now werkt net niet helemaal lekker. En Siri ook niet. En ze vallen uit tijdens het zwemmen. Maar toch zie je jezelf wel weer rondlopen. Omdat het gewoon zo'n geinig ding is. En ja, echt weer even een leuke, kleine, leuke, lieve gadget. Waar je zeker de blitz mee kunt maken. Ben jij op zoek naar de blitz? Twee dingen die je moet doen. Braak je de dash kopen. En je abonneren op het Bright YouTube kanaal. Dat zijn, dan maak je indruk hoor, bij in kroeg. Adios.